Gideon van Meijeren haalde in een speech flink uit naar Geert Wilders. Laten we kijken. Ook als we nu kijken naar de PVV. Geert Wilders. Of misschien moet ik tegenwoordig zeggen Geert Milders. Om maar mee te kunnen doen, om maar mee te mogen doen, gooit u nu al zijn principes overboord. En nu is hij welkom hoor, nu wordt hij opgehemeld in de media, want hij neemt zijn kritiek op de immigratie, haalt hij de harde randjes van af. En wat hij zegt, klopt. Wat we nu zien is dat Geert Wilders de scherpe kantjes eraf haalt om maar mee te kunnen doen met de macht, met het kartel. En ik snap dat je in een coalitieland water bij de wijn moet doen. Dat je concessies moet doen. Maar als je zo makkelijk je principes overboord gooit, vraag ik me af of je wel een goede leider zult zijn. En het is niet zomaar een principe. Het is het fundament van zijn partij. Geert Wilders heeft de PVV er zelfs voor opgericht. De islam. En begrijp me niet verkeerd. Ik ben het totaal niet eens met de standpunten van Wilders op het gebied van de islam. Maar nogmaals, als je zo makkelijk je principes overboord gooit, vraag ik me af of je wel een goede leider zult zijn. Maar Wilders heeft ook veel goede standpunten. Laten we eerlijk zijn. Op het gebied van immigratie, woningnood, bestaanszekerheid en klimaat ben ik het 100% met hem eens. Ook is Wilders een ontzettend goede debater. Hij domineerde alle debatten van de week. Timmermans, Jessel Gus en Jetten zijn totaal geen partij voor hem. Maar toch gaat mijn voorkeur naar FVD. Voor fundamenteel verzet. Wie ontmaskerden het World Economic Forum, de EU en de WHO? Wilders van de Partij van de Vrijheid was ook behoorlijk stil tijdens de coronaperiode. En Agema beoogt minister van Volksgezondheid wil transgenderbehandelingen voor kinderen vanaf 11 toestaan. Dus mijn stem gaat naar Forum voor Democratie.